De ochtend is vroeg begonnen, want vandaag is er genoeg te doen. Eerst even rustig wakker worden met mijn wake-up light en een paar minuten voor me uitstaren. Mijn telefoon die bekijk ik pas als ik in de studio ben. Ik merkte dat ik veel tijd aan het verspillen was met onzin op social media. Nutteloze reels, veel negativiteit, maar ook juist dingen waar je jaloers op kan zijn. Dat is geen goed begin van de dag. Nu ga ik direct uit bed om me klaar te maken. Zonder mijn bril ben ik echt blind, dus eerst even mijn lenzen in doen. Verder lijk ik wel een normaal mens. Even douchen, aankleden en mijn haar doen. Wil je lekker spelen? Straks even een plasje doen, mij, hè? Ja. Ja. Wil je buiten met de frisbee gooien? Kom maar. Balletje? Kom maar, gaan we naar buiten. Het ritueel met Bailey is in de ochtend altijd hetzelfde. Even uitlaten en buiten spelen. Weer of geen weer, ze is een echte werkhond met veel energie, dus dat moet ze 's ochtends kwijt. Na het buitenspelen gaat het ochtendritueel van de hond verder met wat te eten. Ikzelf doe altijd vasten tot de middag, maar ik begin wel de dag met warm water. Voor een beetje smaak doe ik er wat citroen in en het is nog gezond ook. Op deze manier heb je alvast een glas water binnen en het geeft een gezonde kickstart aan je maag voordat je er eten in stopt. Nog heel even spelen met Bailey om de laatste energie op te maken. Waar is jouw grote touw? Ja, goed zo, Moppie. Kom jij. Goed zo. Oh, je bent zo slim, hè. Bas, je moet zo aan het werk, hè. YouTube-video opnemen. Kun jij lekker slapen? Nu is het toch echt tijd om te gaan werken. Mijn woon-werkverkeer valt gelukkig mee. Een seconde of 20 lopen en zeker wel 15 treden oplopen. In de studio doe ik altijd lekker mijn sloffen aan. Meestal ook een joggingbroek en mijn pet op, maar voor deze day in the life heb ik me helemaal netjes aangekleed. Ik ga vandaag ook een YouTube video opnemen en dan moet ik uiteraard ook wel een beetje fatsoenlijk op camera komen. Om wat meer licht in de tent te krijgen zet ik mijn Godox lamp aan en daarop zit mijn nieuwe softbox, namelijk een lantaarn van 85 cm. Hiermee krijg je een mooi, zacht en evenredig licht. Nu dat ik eenmaal zit, ga ik ook voor het eerst mijn telefoon checken. Even wat mensen beantwoorden en kijken of er nog wat belangrijks is binnengekomen. Ben ik daarmee klaar, dan gaat de telefoon weer op stil en met de Forest app plant ik een boompje. Totaal nutteloos, maar wel leuk. Vandaag ga ik dus een YouTube video opnemen. En de kunst van een interessante, korte en krachtige video is een script. Die ga ik eerst schrijven in de Notion app. Zo, het script is af, ik heb de tekst geschreven en precies bepaald hoe ik de A-roll en B-roll wil hebben. Vandaag ga ik alle A-roll opnemen in mijn studio. De B-roll voor deze video ga je zien in een aankomende vlog. De setup voor mijn talking head die verandert continu. Wat leuk is voor de variatie, maar brengt wel extra werk met zich mee. Ik bepaal eerst altijd de hoek van het shot, wil ik gaan zitten of gaan staan en dan bouw ik de eerste camera op. Dat is altijd mijn A7 S3 in een small rig setup. De lens verschilt wel eens, maar meestal pak ik deze 24mm G Master. Als combi met de 24 vind ik de 50 G Master heel erg mooi en die zit op mijn tweede A7 S3. Soms schiet ik ook met mijn 35 1.8 en dan vind ik het mooi om de 85 1.8 ernaast te doen. Het belangrijkste is om te beginnen met de setup en compositie van de A-camera. Daarna ga je pas het licht en geluid opbouwen. Het is even pielen in deze setup omdat ik het graag netjes symmetrisch wil hebben. Als de A-cam staat, ga ik de B-cam opbouwen. Die moet voor nu op een Manfrotto statief, normaal staat die op mijn Peak Design, maar daar staat nu de behind the scenes op te draaien. Voor deze video wil ik in de tas kunnen kijken, dus het is belangrijk dat de angle goed is. Even bepalen hoe ik die wil hebben en daarna het statief opbouwen.
Beide camera's staan klaar, dus nu kan ik het licht eromheen gaan opbouwen. Dit shot hoeft niet heel moody te worden. Ik wil juist goed de producten kunnen laten zien. Daarom zet ik mijn lamp met lantaarn rechts neer voor wat meer exposure in de studio. Als keylight gebruik ik mijn nieuwe Godox VL150 met erop een 120 cm softbox. Voor een mooi en zacht licht wil je de lamp dichtbij krijgen, maar uiteraard niet in beeld. Ik heb zelf een canvas gemaakt met daarin glaswol voor geluidsdemping en die heb ik afgewerkt met gordijnstof. Die hang ik voor het raam om de studio volledig te verduisteren. Op de softbox zat nog een grid en dat gebruik ik vaak om het licht wat meer te sturen. Maar voor dit shot werd het iets te moody en wilde ik het licht meer in de cameratas laten vallen. Ik ga de camerabelichting checken met false colors op mijn Shinobi. In mijn workflow film ik overbelicht, dus ik let erop dat dit binnen de juiste waardes valt. Alles even een beetje fine-tunen en hier zie je ook hoeveel verschil die tweede lamp maakt voor de algehele exposure. Ja, dit is een testopname, gewoon even kijken hoe de belichting valt en als ik hier kijk naar de tas, hoe ziet dat eruit? Kijk nou in de camera, ik praat met jullie. Is het wat? Terwijl ik het beeld terugkijk, valt het me op dat het nog een beetje saai is, dus ik ga de achtergrondrollen naar beneden halen. Ook pak ik nog een extra lampje erbij. Deze Nenlite PavaTube 6C2 werkt goed als backlight, maar ziet er ook tof uit om een beeld te hebben. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de batterijduur tegenvalt, dus daarom hang ik er een powerbank aan en een kabel werk ik weg achter het lampstatief. De audio ga ik opnemen met de Zoom H4n Pro en mijn Rode NTG5 XLR microfoon. Die hang ik aan een boomarm, voor mij en boven mij. Ik wil hem dichtbij krijgen, maar uiteraard net niet in beeld. Via een XLR-splitter verbind ik de microfoon met de recorder. Het rechterkanaal wordt opgenomen met een lager volume en dat is als backup voor het geval er pieking ontstaat. Voordat ik ga opnemen is het eerst tijd voor een pauze. Even kijken bij de dieren en lunchen. Schatje. Hey. Ben jij braaf geweest? Oh, is dat eens hoog. Oh. Dan mocht de poes weer in de bench van jou. Pille, wat doe nou aan jouw bench? Bench. Ik heb niet echt een vast lunchritueel. Vandaag maak ik lekker een tosti in de oven. Terwijl die aanstaat, maak ik een smoothie in de blender. Normaal lekker met spinazie en diepvriesfruit, maar de appie was te laat, dus ik heb hem maar gemaakt met komkommer. Absoluut geen aanrader. Deze smoothie maak ik voor de rest van de week, zodat ik altijd een gezond sapje heb. Perfect getimed lijkt het wel, maar mijn tosti's zijn ook klaar. Om te relaxen kijk ik altijd even tv tijdens het eten. Niet je standaard YouTubers, ik kijk graag naar mijn guilty pleasure, Chess YouTube. Onze poes Nova krijgt even haar dagelijkse wasbeurt van de hond en daarna zijn ze mooi slaperig en kan ik weer aan het werk. Ik ga meteen aan de slag met het opnemen van de YouTube video. Ja, dit is gewoon even nep, gewoon voor het idee, zodat die behind the scenes camera gewoon iets nuttigs te doen heeft. Laat even een dikke like achter voor deze video, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jou in de volgende. Later! Deze enorme bestanden overzetten duurt altijd even, maar ik ga mezelf meteen nuttig maken en dat is het online zetten van een nieuwe video. Het grootste werk is al gedaan, maar het delen van de video is ook erg belangrijk. Ik probeer altijd zo efficiënt mogelijk te werken. Dus voordat ik de video op social media ga delen, ga ik eerst de videoopnames van vandaag synchroniseren en renderen, zodat ik straks snel kan editen. Even snel een color grade erop gooien met Cinematch. Ik pas de aspect ratio aan naar 2:1, want dat had ik in gedachten voor deze video. En ik zet even de beelden op de juiste plek. Terwijl de render aan het draaien is, ga ik weer verder met de video die net online is gezet. Ik plaats altijd zelf een reactie met relevante info of een linkje. Voor deze video link ik naar mijn gearpagina waar de spullen op staan die ik bespreek in de video. Ik zou het tof vinden als je mijn site eens zou bekijken. Daar kun je dus mijn gear vinden, maar ook weer linkjes naar de relevante video's die ik over heb gemaakt. En dat zijn er echt veel, dus check die vooral even.
Verder plaats ik na de videorelease een Instagram story en een post op Facebook. Ondanks dat ik vandaag behoorlijk veel echte werktijd heb weggegooid door het filmen van deze Day in the Life, heb ik toch nog wat tijd over voor het avondeten. Ik vind het altijd chill om voor de opnames van die dag de A-roll te editen, dus dat doe ik even snel. Het avondeten wordt perfect klaargemaakt door mijn vriendin en er staan vanavond burritos op het menu. Het smaakte uiteraard heerlijk. Als freelancer met een YouTube-kanaal kan het behoorlijk druk zijn, dus 's avonds moet ik vaak ook nog werken. Maar vanavond niet. Ik ga lekker chillen op de bank met mijn vriendin en nu kijken we onze gezamenlijke guilty pleasure. TV-programma's waarbij je hoofd uit kan. Mijn vriendin moet altijd om 5 uur op, dus ze gaat op tijd naar bed. Maar dat geeft mij tijd om echt even te chillen met mijn Nintendo. Dan is het toch echt weer bedtijd. Lenzen gaan weer uit, bril gaat op en tanden poetsen. Hoe laat ik naar bed ga en weer opsta, dat verschilt altijd. Ik volg een sleep cycle schema en dan slaap je in 4, 5 of 6 cycles van 1,5 uur. Het is nu 10:15, een kwartier om in slaap te vallen, 5 cycles van 1,5 uur, oftewel de wekker om 7 uur. Morgen weer fit om te vlammen met een nieuwe dag.